Vanuit Buitensporig is dit Café 0.0. Presentatie Tom Zuidema. Dag, dit is een nieuwe aflevering van Café 0.0 vanuit Buitensporig in Tiel. Vandaag is Arjen van Rij aangeschoven. Hij is vrijwilliger bij de Boekenlegger in Tiel. Een boekwinkeltje, heel bijzonder, midden in de stad voor tweedehands boeken. Arjen, welkom. Fijn dat je er bent. Die Boekenlegger, hoe lang bestaat die eigenlijk al? Nou, de Boekenlegger bestaat al veel langer dan veel mensen denken. Dat bestaat bijna 20 jaar. Mm-hmm. Hij is in 2004 opgericht door drie dames. Seija van den Berg, Wilma van Barschot en Cora Schildmans. Mm-hmm. En dat is de bedoeling om geld bijeen te krijgen om het werk van de zus van Wilma, Marga van Barschot, in Tanzania te ondersteunen. Zij woont daar en wat doet zij daar precies? Inmiddels is ze overleden, maar toen ze in die tijd daar woonde, heeft zij een project overgenomen als coördinator. Het was gestart vanuit de kerk. Zij heeft het project verder uitgebouwd en dat project is het opvangen van straatkinderen in de stad Mwanza in Tanzania. De jongens die op straat lopen, die komen uit moeilijke families met allerlei problemen. Bijvoorbeeld de vader alcoholist, moeder vijf kinderen, moet voor het geld zorgen. Mm-hmm. Komt te weinig geld binnen en dan gaan kinderen van 7 jaar de straat op om te helpen geld te verdienen. Ja. Met alle problemen van dien, dat ze geen opleiding volgen. Ze maken een slechte start voor hun verdere leven. Mm-hmm. En om dat probleem op te lossen, zijn een aantal werkers in Tanzania van dat project Upendo Daima. Mm-hmm. Die de straat op gaan, kijken wat voor jongens daar lopen. Ze gaan ermee in gesprek. En als ze denken, goh, dat kind wil wel wat anders, dan worden ze meegenomen naar een opvanghuis. Mm-hmm. Er worden gesprekken gevoerd. Er wordt gekeken of het mogelijk is dat die kinderen weer naar huis teruggaan. Mm-hmm. Want een goed, gezond familieleven is een sterke basis voor je verdere leven. Als het lukt om met de familie te herenigen, is dat heel mooi. Mm-hmm. Maar dat gaat ook niet zomaar. Er wordt ook heel goed gekeken van wat is de financiële situatie van de familie. Hoe groot is die organisatie die dat doet? Want wij kopen hier af en toe een paar tweedehands boeken. Dat zijn over het algemeen geen grote kapitalen, maar er gaat wel best een leuk bedrag, begreep ik, maandelijks richting Mwanza in Tanzania. Ja. Wat voor bedrag denk ik dan aan en hoe groot is die organisatie daar? De organisatie daar is tussen 20 en 25 mensen. Mm-hmm. Dat bestaat uit beroepskrachten, deskundige mensen, hoe je met die kinderen om moet gaan. Maar ook een kok om voor het eten te zorgen. En een aantal vrijwilligers. Het geld wat wij jaarlijks aan hun schenken, dat komt eigenlijk neer op ongeveer 1.000 euro per maand. Mm-hmm. En soms oplopend tot 1.500 per maand. Dus op jaarbasis praten we over een bedrag van 15.000 tot 20.000. Want daar kunnen zij behoorlijk wat van doen, denk ik. Daar kunnen ze behoorlijk wat van doen, maar lang niet al het werk. Nee. Vandaar dat de Nederlandse tak van de organisatie in Tanzania is, mm-hmm, Upendo de IM in Nederland. En die is heel druk bezig om overal geld vandaan te halen. Mm-hmm. Allerlei mogelijke fondsen, particuliere donateurs, mm-hmm, en de boekenlegger. Ja. En dus wij geven een aanzienlijk deel van het geld. Ja, ja. Dit is eigenlijk, wat je met vrijwilligerswerk natuurlijk heel low profile. Geen dure top. Blijft weinig aan de strijkstok hangen, noemen we dat hier dan maar. En eigenlijk ben je een soort fundraising, een soort collectevorm voor dat project. Ja, helemaal in Afrika. Dat klopt. Het voordeel van ons, de boekenlegger, is dat wij alle boeken krijgen, mm-hmm, van gullegevers. Ja. Dat zijn mensen uit Tiel die hun boeken opruimen of uit erfenissen. Maar we krijgen zelfs boeken van mensen uit Den Haag, uit Geldermalsen, omdat ze een zo goed doel vinden en de boekenlegger zo'n mooie winkel vinden met de mogelijkheid om ook juweeltjes te vinden. Nou, wat ik wel eens hoor, dat mensen zeg maar op maandag een boek gaan halen en het uitlezen en vrijdag weer terugbrengen en weer een nieuwe halen. Dus het is ook nog een soort heel klein cirkeltje soms, dat een boek wel 2, 3, 4 keer verkocht wordt. Ja. Dat is natuurlijk ook wel mooi. Ja, behalve dat we boeken verkopen,
hebben we ook in Tiel een sociale functie. Ja. Er is een tijd lang een dame geweest die voor een andere oudere dame altijd een paar boeken kocht. En die dame las dat en na 2-3 weken kregen we de boeken terug. Ja. Er zijn mensen die op een mantelzorgwandeling langs de winkel komen om daar te snuffelen. Ja. Ja. En dan hebben we voor de vaste klant ook altijd een kop koffie klaarstaan. Dat weet ik, uit eigen ervaring. En thee. En een koekje. Ja. Nou is het zo dat jullie hebben best bijzondere boeken regelmatig. Collectors items, eerste drukken, maar ook wel eens wat oudere boeken. Hoe breng je die aan de man binnen het Tielse? Is er in Tiel voldoende belangstelling om die boeken kwijt te raken? Of ga je dat ook nog op een andere manier doen? De winkel is natuurlijk belangrijk. Mm-hmm. Omdat van daaruit alles gebeurt. Maar we hebben ook een groot aantal boeken nog op internet staan in een webwinkel. En onze webwinkel is ongeveer 3500 boeken. En die is aangesloten bij boekwinkeltjes.nl. Daardoor hebben we een heel groot bereik. Mm-hmm. De boekenliefhebbers kennen boekwinkeltjes en daar zoeken ze boeken. Maar we hebben ook een groot aantal boeken op Marktplaats staan. Ja, waarbij we weer een heel andere groepen bereiken. En we staan op een aantal boekenmarkten in Nederland. De Deventer Boekenmarkt in Dordrecht. Die zijn heel groot, hè? Zaterdag 15 april staan we in Wageningen. Okay. En we staan ook, dat willen we wat vaker gaan doen, in Tiel op markten. Ja, is er een stijgende belangstelling voor het lezen? Want ik zie op school bijvoorbeeld dat het lezen daar steeds grotere worsteling wordt. Het is altijd een uitdaging. Maar als ik kijk naar de mensen die bij ons komen, is het een heel divers publiek. Maar groeit dat? Wordt het steeds meer of blijft het een beetje stabiel? Het is wat stabiel. Maar dat hangt ook samen met hoeveel interesse in lezen is. Mm-hmm. Maar het hangt ook samen met hoe bekend de winkel is. Ja, ja. Voor onze winkel, omdat we niet helemaal in de hoofdwinkelstraat zitten, moeten we het echt hebben van bekendheid. Ja. En vandaar dat we op markten staan. We proberen overal de winkel onder de aandacht te brengen. En dan komen mensen wel. En als mensen het willen, kunnen ze ook bij ons komen om een soort zoekopdracht te geven. Mm. En dan houden we in de gaten of het boek binnenkomt. Ja. Hoeveel vrijwilligers lopen er zoal bij de boekenlegger hier in Tiel? Op dit moment zitten we in ruim 20 vrijwilligers. Maar het is wel een behoorlijke taak. Ik heb wel eens gezien hoeveel boeken daar worden binnengesjouwd. En wat een klus het is om die weer keurig gecategoriseerd op thema of op auteur in die winkel te krijgen. En nog te prijzen en op de website te zetten. Het is een hele klus, maar het is de moeite waard. Ja. Want we krijgen van onze klanten gewoon terug hoe mooi de boekenwinkel eruit ziet. Hmm. Gesorteerd op categorie. Dus de winkel ziet dan volgens onze klanten aantrekkelijk eruit. Dit is ook een leuke etalage, weet ik. Ja, ze kunnen de boeken makkelijk vinden. Ja. En we zijn altijd bereid om even te helpen zoeken. Oké. Okay. Is er nog een wens voor de boekenlegger? Dat zou je graag willen. De wens is altijd meer bekendheid, meer PR. We kunnen ook vrijwilligers gebruiken, juist op dat terrein, om te helpen op de oude en nieuwe sociale media de winkel onder de aandacht te brengen. Eigenlijk is de grote wens altijd gekoppeld aan het goede doel in Tanzania. Dus ik zou ook heel graag zien dat mensen donateur kunnen worden van UPN de IMA. En dat kan ook. En op onze website van de boekenlegger, daar staat hoe je donateur kan worden. En in de winkel ligt die informatie ook. En in de winkel ook de informatie. Oké. Okay. Arjen, hartelijk dank voor dit gesprek. Dat was veel informatie. Ik wil iedereen uitnodigen om vooral eens bij die boekenlegger te gaan kijken. In de Vleestraat, als ik het goed heb. In de Vleestraat 12a. Naast de Griek, prachtige etalage. Lopen ze binnen. Aardige mensen. Lekker bakje thee of koffie met een koekje. En een fantastische collectie aan boeken. Dit was weer Café 0.0 vanuit Buitensporen. Graag tot de volgende.